Het is vandaag aswoensdag, de eerste dag van de 40 dagen gedurende de vaste tijd. En die loopt tot Pasen. Aswoensdag is een dag van boetedoening, waarop gelovigen een kruisje van as op het voorhoofd krijgen getekend. Zo tonen zij berouw voor hun begaane zonden. Aswoensdag is een katholieke kerkgebeurtenis, maar wordt ook herdacht door andere geloofsovertuigingen. In het kader van deze dag heeft de bischop van Paramaribo, monsigneur Karel Tjuni, samen met de vicaris-generaal van het Rooms-Katholiek Bisdom, een gesprek gehad met president Desi Boutersen. Deze bespreking is onderdeel van een serie van gesprekken die de bischop voert met personen die direct of indirect betrokken waren bij het 8 december-proces. De monsigneur wil, naar... wil luisteren en zich laten informeren over hun standpunten. Bischop Toené wil zich vanuit zijn ambt dienstbaar stellen aan een proces dat zich vooral in het belang van de totale samenleving richt op rust, harmonie en vrede. De monchineur heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de president een vasten, zijn brief voor 2017 aan te bieden. Ook heeft hij het staatshoofd, een exemplaar van de encycliek, dat is een pauselijk document, van paus Franciscus geschonken. Die gaat over de zorg voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis. Dit staat in een verklaring die is getekend door de bischop en de president.